We zijn ons brein. Ik heb gekozen voor vroegste stadia van de hersenontwikkeling, omdat die volgens mij het belangrijkste zijn. Het is het eerste stuk van het boek. Het is ondoenlijk om zeggen, het hele boek van voor naar achteren door te lopen en toch wat diepgang te hebben. Dus het is een keuze. En als je echt geïnteresseerd bent, dan moet je het maar lezen. Dus jaren 60 en 70 leven nog steeds door in ons denken en gedrag. En de jaren 60, 70 werden gekenmerkt door een enorm optimisme. In de zin van iedereen kan alles worden als je maar je best doet. Als je maar wil, kan je allemaal naar de universiteit, et cetera. Maar als het misging, dan lag het ook aan die mensen die niet wilden of aan de omgeving. En geslachtsverschillen in gedrag werden verklaard door de boze mannenmaatschappij. Een ijskastmoeder zou een autistisch kind krijgen. Een moeder die wisselende boodschappen gaf aan het kind zou schizofrenie veroorzaken. Vrouwen zouden meer depressie hebben dan mannen omdat hun leven moeilijker was. Transseksuelen zouden psychotisch zijn. Dat wordt nog steeds door een aantal psychiaters verklaard. Een dun model, dat kun je nog steeds lezen in de krant, zou een epidemie van anorexia nervosa geven. Slechte vrienden, de oorzaak voor crimineel gedrag, misbruik of verlating van het kind, borderline persoonlijkheidsstoornis. En een dominante moeder zou een homoseksuele zoon krijgen. En sindsdien heb ik op college ieder jaar weer 250 studenten gevraagd wie heeft er geen dominante moeder. En nog nooit heeft iemand zijn vinger opgestoken. Komt veel voor. Nou, dit plaatje laat het ei zien. Dat is de vroegste ontwikkeling van het kind op het moment dat de vrouw zich afvraagt of ze nou wel of niet zwanger is. En je ziet daarboven in het ei een streep ontstaan. Even kijken of dat... Ja, dat werkt. Een streep ontstaan hier. En dat is een vouw die ontstaat. Je ziet hem hier in de kantlijn ook weergegeven, van boven naar beneden. Een vouw die langzamerhand ontstaat en die leidt tot een buis. En die buis is het begin van het zenuwstelsel. En die buis die moet dus sluiten aan de voor- en de achterkant. Je ziet daar een grote... Eens even kijken of ik niet... Misschien kunnen we hem nog goed gebruiken ook. Even zien. Nee, dat lukt ook niet. Nou... je ziet hier een opening die gesloten moet worden. En als dat niet gebeurt, aan de achterkant van die buis, dan ontstaat een open ruggetje. En dat kan gebeuren doordat er geneesmiddelen genomen worden tijdens de zwangerschap of andere chemische stoffen aanwezig zijn in de omgeving. En als het aan de voorkant niet sluit, dan ontstaat er een kind zonder hersenen, een anencefaal. Het zijn vreselijke aangeboren afwijkingen. Die zeer groot zijn en onmiddellijk zichtbaar. Maar dat is het puntje van de ijsberg. De meeste afwijkingen die ontstaan in de ontwikkeling van het zenuwstelsel zijn microscopische afwijkingen. Ze zijn heel klein, het kind lijkt gezond, maar op het moment dat die systemen in de hersenen moeten gaan functioneren, dan blijken ze niet goed te werken. En dat is wat we dan noemen functionele teratologie. De teratologische afwijkingen zijn die hele grove afwijkingen. En de functionele teratologie zijn die afwijkingen die ontstaan door chemische stoffen, maar pas later tot uiting komen in het functioneren. En die buis die u hier doorgesneden ziet, die geeft nieuwe cellen af, hier vlak bij de ventrikel. En die nieuwe cellen die kruipen langs vezels omhoog naar de plaats in de latere hersenschors waar ze tot ontwikkeling komen. En als de moeder tijdens de zwangerschap alcohol gebruikt, dan raken die cellen de weg kwijt en dan komen ze te liggen bovenop de hersenschors, zoals je ziet bij dit pasgeboren kind. Deze helft van de hersenen zijn vrij normaal. En hier zie je een witte koek. En als je daar een stukje uitneemt, dan zie je dat de hersencellen in liggen bovenop de hersenen zelf. En dat is niet de beste plaats om te functioneren natuurlijk. En op die manier ontstaat een kind wat geestelijke achterstand heeft in het ergste geval. En gedragsstoornissen als dat minder ernstig is. Als we nou kijken naar die vorming van die hersencellen in die vroege hersenontwikkeling, dan vindt dat plaats in een enorm tempo. En u ziet hier de hoeveelheid DNA, dat is het aantal cellen uitgezet tegen de tijd. En u ziet ook dat die niet onderbroken wordt, die vorming van de hersencellen, door de geboorte. Dat is de streep die daar staat. En ongeveer bij het vierde jaar is het aantal hersencellen compleet. En daar moet je dan de rest van je leven mee doen. Er worden wel hersencellen gemaakt op een paar plaatsen in de hersenen, maar die hebben een heel beperkte functionele betekenis. Dus zeggen 99,99% van je hersencellen moet je het mee doen voor de rest van je leven.
En als we nou die hersencellen in hun ontwikkeling bekijken onder de microscoop, dan zien we hier twee cellen die gekleurd zijn voor hun chemische boodschappen, een gele en een rode cel. En 3 weken later zijn dit dezelfde cellen, die gele en die rode cel. En daaromheen is een enorm netwerk van vezels ontstaan. En ik hoop dat jullie ook kunnen zien dat daar een groot aantal van die blauwe puntjes zijn ontstaan. Dat zijn de contacten tussen hersencellen. En op die manier ontstaat er in een sneltreintempo een netwerk van zo'n 100 miljard hersencellen. Dat zijn er 16 keer meer dan er mensen zijn op aarde. En iedere hersencel maakt contact met tussen de 1000 en de 100.000 andere hersencellen. Dat zijn die blauwe puntjes, de synapsen. Dat brein van ons dat bevat zo'n 100.000 kilometer vezels. Het netwerk is zo complex, dat kan niet opgebouwd worden op basis van de informatie die we op ons DNA meedragen. En de belangrijkste manier om die contacten op de juiste plaats te krijgen en te houden is de functie van die hersencellen. En die functie van de hersencellen is al vanaf het eerste begin aanwezig en bepaalt dus de cellen die hun contacten sterk genoeg kunnen maken op het moment van die vroege ontwikkeling. En daardoor blijven die contacten ontstaan, want ze brengen groeistoffen over. En andere contacten lukt dat niet, of niet op tijd. En die gaan verloren met de cellen die die contacten proberen te maken. En dat wil zeggen dat je in de hersenen een enorme competitie hebt om in leven te blijven. We maken ongeveer 5 keer meer hersencellen dan we uiteindelijk bij het 4e jaar overhouden. En die competitie noemen we neuronaal darwinisme. En dat bepaalt de structuur van onze hersenen en ook het functioneren later. Want op basis van die structuur functioneren we. Die ontwikkeling van die hersenen is zo complex dat ik altijd weer verbaasd ben dat het bij sommigen goed gegaan is. En ik ben niet zozeer verbaasd dat het bij velen mis kan lopen. En ik ben zeker ook niet verbaasd dat het altijd mis zal lopen bij zo'n, laten we zeggen, 5% van de kinderen. En daardoor is het voor mij ook moeilijk te verkroppen dat de regering juist op die kinderen aan het bezuinigen is die onze steun nodig hebben. Het kan iedereen gebeuren, in ieder gezin. En die kinderen die een geestelijke achterstand of een psychiatrische stoornis krijgen, omdat die hersenontwikkeling niet optimaal verlopen is, die moeten we steunen. Daar moeten we de verantwoordelijkheid voor nemen als gemeenschap. En dat gebeurt op dit moment niet. Jullie kennen allemaal dit soort mededelingen uit de krant. Voor een ziektebeeld bestaat een groot aantal genetische defecten. De genetica is belangrijk bij die hersenontwikkeling. Maar het is maar belangrijk voor een deel. Het is ook goed om te zeggen dat de moeders altijd de problemen krijgen van die genetica. Want vaders natuurlijk de helft van de genetische informatie leveren. En wanneer vaders oud zijn, dan geven zij meer kans door op genetische problemen, zoals op autisme. Dus vaders van 55 jaar hebben zo'n 10 keer meer kans op een autistisch kind dan vaders van rond de 20 jaar. En dat komt omdat bij moeders, oude moeders, die eieren al gevormd zijn in de baarmoeder en die liggen daar te wachten. Terwijl bij vaders de spermatozoen steeds gevormd worden en over die hele lange periode ook beschadigd kunnen worden, mutaties kunnen krijgen. Maar de genetica is maar een deel van het verhaal. En dit zijn plaatjes van 2 kinderen onmiddellijk na de geboorte. Het is een eenijige tweeling. En die eerste 3 scans boven is 1 kind, de tweede 3 scans beneden is een ander kind. En je ziet hier 1, 2, 3 gyri en hier 1, 2, 3, 4 gyri. Dus die hersenen van die kinderen die zijn op het moment van de geboorte al anders. Hoewel het eenijige tweelingen zijn. Dat wil zeggen, de genetische informatie is hetzelfde. En er is dus zoveel in de baarmoeder gebeurd op basis van de plaats waar die placenta in genesteld is, op basis van de hoeveelheid voedsel die die kinderen krijgen, die verschilt voor eenijige tweelingen ook, en op basis van het toeval. Dat die hersenen anders zijn op het moment van de geboorte. En dat is wat de moeders ook vertellen. Die kinderen zijn weliswaar, ze lijken weliswaar sprekend op elkaar, maar ze hebben een ander karakter. En dat komt dus omdat die structuur van die hersenen heel vroeg in de ontwikkeling al anders is. Nu, de ontwikkeling die kan beschadigd worden
door allerlei chemische stoffen. En hier is een voorbeeld voor het autisme, waarbij stoffen die gegeven worden voor epilepsie bij zwangere moeders of alcoholgebruik bijvoorbeeld, kan leiden tot een verhoogde kans op autisme. Dus het is niet alleen de genetica die we net zagen, die 29 factoren, maar het zijn ook chemische stoffen waaraan het kind is blootgesteld tijdens de vroege ontwikkeling, die de kans op autisme vergroten. En het werd al even gezegd bij de inleiding, het roken van de zwangere moeders heeft ook een effect op het kind, als dat kind tenminste gevoelig daarvoor is. En dat is steeds het punt. Het is een interactie tussen de stoffen uit de omgeving en de gevoeligheid van het kind. En als het kind een bepaalde genetische constitutie heeft, dat zijn dan kleine veranderingen in de dopamine-receptor, en de moeder rookt, dan heeft het kind 9 maal meer kans op ADHD. Dat zijn de hyperactieve kinderen. En het probleem is dat je van tevoren niet weet of het kind gevoeliger is of niet. Hetzelfde geldt voor alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Er wordt makkelijk gedaan over 1 of 2 glaasjes alcohol tijdens de zwangerschap, zowel door de huisartsen als door de vroedvrouwen. Maar je weet niet of dat kind niet erg gevoelig is voor alcohol. En dat geldt voor allerlei chemische stoffen. Dus het beste advies is niet roken, niet drinken. Er wordt nog door 8% van de zwangere vrouwen gerookt tijdens de zwangerschap. En er wordt 25% van de vrouwen wordt nog alcohol gebruikt tijdens de zwangerschap. Hoewel die informatie al lang ter beschikking is. Dus het is moeilijk om dingen die je in de wetenschap naar voren haalt, om die ook over te brengen naar het publiek. Dat is een van de redenen voor dit boek. Ik heb zo'n 30 jaar geleden, toen ik mijn inaugurele reden hield als hoogleraar, heb ik op basis van dierexperimenteel werk gezegd dat ik me zorgen maakte over allerlei chemische stoffen tijdens de zwangerschap. En dat was uitsluitend bekend op dat moment op basis van dierexperimenteel werk. Dus dat was niet alleen rook en alcohol, maar ook stoffen uit het milieu, straling, geneesmiddelen. Veel geneesmiddelen passeren makkelijk naar het kind en beïnvloeden de hersenontwikkeling. Geslachtshormonen, en daar wil ik wat voorbeelden van geven direct. En dat heeft geleid tot een advies van de Gezondheidsraad ook voor die chemische stoffen waaraan zwangere vrouwen zijn blootgesteld in 1985. Maar ik zie nog steeds dat die adviezen niet goed worden opgevolgd. Het is al even gezegd, hongerwinter heeft een groot effect. En dat is dus een van die voorbeelden van de omgeving die een effect heeft op de vroege hersenontwikkeling. Kinderen die blootgesteld zijn tijdens de hongerwinter aan te weinig voedsel, die hebben meer kans op schizofrenie, meer kans op depressie, meer kans op een antisociale persoonlijkheid, verslaving. En nu blijkt ook dat ze vroeger cognitieve stoornissen krijgen, dus geheugenstoornissen. Die kinderen worden nog steeds gevolgd en die zijn dus op dit moment zo'n 66 jaar oud. En we verwachten op basis van die verminderde cognitieve functies op deze leeftijd dat er mogelijk ook een vroegere Alzheimer of een andere dementievorm tot ontwikkeling kan komen. Ze zijn ook, ze hebben meer kans om vetzucht te ontwikkelen. En dat is een interessant punt, omdat het kind blijkbaar noteert dat er te weinig voedsel in de omgeving is. En dan worden in die ontwikkeling in de baarmoeder worden alle systemen op zo'n manier gezet dat iedere calorie wordt vastgehouden. En als dat kind dan komt in een omgeving na de geboorte met voldoende voedsel, dan neigt hij tot vetzucht. En je kunt denken dat dit soort problemen wel voorbij zijn. Genoeg voedsel in de omgeving, kijk maar om je heen. Maar er zijn nog steeds kinderen die geboren worden met een te laag geboortegewicht. Dysmaturen, vaak ook te vroeg, prematuren. En die kinderen hebben precies dezelfde kansen als die we kennen uit het hongerwinteronderzoek. Dus ook daarvoor geldt dat ze meer kans hebben op allerlei psychiatrische ziektebeelden en ook op vetzucht. De geslachtelijke differentiatie van de hersenen zijn interessant omdat het bij ons allen plaatsvindt. Het is een normale ontwikkeling waaruit we heel veel kunnen leren over hoe hersenen zich ontwikkelen. En je ziet hier een jongetje wat speelt in China met een geweertje, zoals alle jongetjes over de hele wereld doen. En je ziet hier een meisje wat zich liever verkleedt. En in de jaren 60 werd gezegd dat dat veroorzaakt werd door druk van de ouders. De ouders stimuleerden het een en remde het andere gedrag af. Hetzelfde werd gezegd over het spelen van meisjes met poppen en het spelen van jongetjes met auto's. Dat zou ook onder druk van de omgeving gebeuren. En wij hebben systematisch onze kinderen 35 jaar geleden
poppen en autootjes gegeven. En het meisje pakt alleen de poppen en het jongetje alleen de auto's. Maar twee kinderen is niet voldoende voor een goede publicatie. Dus we hebben gewacht op Alexander en Heinz. En die hebben hetzelfde gedaan met aapjes. En je ziet dat een vrouwtjesaapje bij voorkeur de poppen neemt. En daar het moederlijk gedrag mee vertoont. En het mannetjesaapje, het jongetjesaapje, kijkt wat je met een autootje kan doen. En je kunt moeilijk volhouden dat dat onder druk van de apenmaatschappij gebeurt. Dus dat is een heel oud mechanisme, miljoenen jaren oud mechanisme, wat zorgt dat het ene geslacht bij voorkeur het ene gedrag vertoont en het andere gedrag. Als een voorbereiding op hun functies in de maatschappij. We weten ook wat voor mechanismen daar aan de grondslag ligt. Het zijn de geslachtshormonen van het jongetje, testosteron, die dat effect hebben op de hersenen. Dus als er testosteron aanwezig is tijdens de tweede helft van de zwangerschap, dan differentiëren die hersenen zich in mannelijke richting en laat het kind ook mannelijk speelgedrag zien. En als het die testosteronpuls gedurende de tweede helft van de zwangerschap ontbreekt, dan differentiëren de hersenen zich in de richting van een vrouw. Er zijn ook meisjes die blootgesteld zijn aan te veel testosteron tijdens de zwangerschap. En dat komt omdat ze een bijnierafwijking hebben, congenitale bijnierhyperplasie. En die kinderen worden meteen na de geboorte behandeld. Maar dan blijkt dat ze, wanneer ze zich ontwikkelen, dat ze het jongetjesgedrag vertonen. Ook in spelgedrag, zo rond de 5-6 jaar, als je dan stapel speelgoed aanbiedt, dan pikken ze daar het jongetjesspul uit. Je ziet hetzelfde bij tekeningen, spontane tekeningen, kinderen van 5-6 jaar. Dit is een studie in Japan, maar je ziet hetzelfde over de hele wereld. Meisjes, dat zijn de eerste twee panels, die tekenen bij voorkeur andere meisjes in heldere kleuren. In rood, oranje, geel. En jongens die tekenen bij voorkeur soldaatjes, hier niet getoond, Japan. Daar zijn ze behoorlijk voorzichtig mee. En ze tekenen ook bij voorkeur transportmiddelen. Je ziet hier een auto, een trein, een paar auto's. En ze doen dat in donkerder kleuren dan die meisjes. En als een meisje is blootgesteld aan te veel testosteron tijdens de zwangerschap, dus congenitale bijnierhyperplasie heeft, dan zie je dat ze bij voorkeur auto's tekenen in donkere kleuren. Dus dat spontane tekengedrag, dat wordt ook geprogrammeerd vroeg in de ontwikkeling, in de baarmoeder. We hebben in de begin jaren 80 hebben we de eerste verschillen gevonden in de menselijke hersenen tussen mannen en vrouwen. En dat was in de tijd dat je in de maatschappij geaccepteerd was dat je geslachtsverschillen had in ieder orgaan. Maar in de hersenen mocht dat niet, want hersenen en gedrag werden beïnvloed door de boze mannenmaatschappij. En het was Joke het Hart die naar aanleiding van onze publicatie in Science zei, maar als ik op een gegeven moment zou accepteren dat er geslachtsverschillen bestaan op zulke fundamentele punten als de samenstelling van de hersenen, dan ben ik uitgepraat als feministe. Ik heb van haar nooit meer iets gehoord sindsdien. Ik heb al gezegd, er is een piek van testosteron tijdens de tweede helft van de zwangerschap bij jongetjes. Bij meisjes is er geen geslachtshormoonpiek, ook niet van vrouwelijke hormonen. En dan is er meteen na de geboorte is er een tweede piek, de eerste 3 maanden na de geboorte. Dat is een wat kleiner piekje. En dat is weer testosteron bij het jongetje en dat zijn oestrogenen bij het meisje. En dan zie je tot de puberteit rust en dan gaat in de puberteit gaan de geslachtshormonen omhoog. Nou, het is die eerste piek die programmeert onze hersenen wat betreft onze genderidentiteit, het gevoel dat we een man of een vrouw zijn en onze seksuele oriëntatie. Dus of we vallen op het andere geslacht of hetzelfde geslacht. En weer weten we dat testosteron daar direct bij betrokken is uit deze problematiek. Dit zijn twee vrouwen die op de televisie uitgekomen zijn voor hun probleem. Wanneer je ze genetisch bekijkt zijn het mannen, XY. En ze produceren ook testosteron, het mannelijk hormoon. Ook al in de baarmoeder. Ze hebben ook testikels. Maar de receptor, dat is het eiwit wat de boodschap ontvangt in het lichaam en in de hersenen van het testosteron, heeft een kleine verandering ondergaan, een mutatie, en is daarvoor niet gevoelig voor dat testosteron.
En dat betekent dat zowel het lichaam als de hersenen zich differentiëren in de richting van een vrouw. En het zijn dus naar hun gevoel heteroseksuele vrouwen, die heel verbaasd zijn als je ze vertelt dat ze genetisch in feite een man zijn. En dat wil zeggen dat het testosteron direct inwerkt op de hersenen in die vroege ontwikkeling en dus die differentiatie in een mannelijke richting veroorzaakt. Wanneer tenminste het testosteron aanwezig is en de receptor functioneert, dan gebeurt dat. Dat programmeren is een definitieve zaak. En dat is het heel belangrijke boodschap van die eerste hoofdstukken in mijn boek. Dat wat er gebeurt tijdens die vroege ontwikkeling programmeert de hersenen voor de rest van ons leven. En weer als voorbeeld kunnen we die geslachtelijke differentiatie nemen. Dit meisje wat hier rondloopt in een jurkje is in feite geboren als een jongetje. Is geopereerd op de leeftijd van 9 maanden. Moest een hele kleine operatie ondergaan in Canada, omdat de opening van de voorhuid van de penis te klein was. Dus ze moest besneden worden. En in plaats van dat er een vaatje wat bloedde dichtgebrand werd in de operatiekamer, werd de hele penis van het kind weggebrand. En in de jaren 60, 70 dacht men dus dat de omgeving het kind duwde in de mannelijke of vrouwelijke richting, afhankelijk van zijn genitaal. En dat het gedrag daarop vervolgens volgde. En op basis daarvan, het is hier verwoord door John Money, dat die omgeving dus bepaalde hoe het kind zich zou differentiëren, is afgesproken om van dat jongetje een meisje te maken. Ze is geopereerd een aantal keren, heeft jurkjes gekregen, heeft psychologische begeleiding gekregen van Money zelf in de Verenigde Staten, heeft in de puberteit geslachtshormonen gekregen, oestrogenen, dus vrouwelijke geslachtshormonen. En in het handboek van Money en in zijn publicaties wordt dit als een succesverhaal gebracht. En toen ik 18 jaar geleden in de Verenigde Staten tijdens een symposium zei dat dit het enige bewijs was wat ik kende dat de omgeving na de geboorte een invloed kan hebben op genderidentiteit, dus of je man of vrouw voelt, toen stond iemand op en dat was Milton Diamond, een hoogleraar uit Honolulu, en zei het hele verhaal van Money is onzin. Want die persoon ken ik en hij is terugveranderd toen hij eenmaal uit de omgeving van ouders en psycholoog uit was in een man. En hij heeft hij heeft geleefd als een man, is getrouwd, heeft een paar kinderen geadopteerd, heeft een compensatie gekregen, financiële compensatie voor de fouten die gemaakt zijn in de operatiekamer, heeft het geld helaas vergokt op de beurs en heeft zich in 2004 gesuïcideerd. En dit laat zien dat je kunt alles doen. Je kunt de penis verwijderen, je kunt het kind jurkjes aantrekken, je kunt een psychologische begeleiding geven en vrouwelijke hormonen in de puberteit, maar je kan de genderidentiteit niet meer veranderen, want die is vastgelegd in de baarmoeder. Wat betekent dat nou voor dit meisje hier? Typische vrouwelijke pose van het kind van 10 jaar... wat zich hier ontwikkelt tot een jonge vrouw. Dit is een jongetje. En het is een jongetje, Manon, die vanaf de leeftijd van 2 jaar wist dat hij geboren was in het verkeerde geslacht. Dat is een situatie die we transseksualiteit noemen. Maar dit kind was extreem vroeg. Heeft hormonen gekregen, vrouwelijke hormonen in de puberteit. Ziet, ontwikkelt zich tot een jonge vrouw. Is nu 18 jaar en zal dit jaar geopereerd worden. Wil nog steeds van geslacht veranderen. Dit zie je eigenlijk over de hele wereld gebeuren. Dit is een voorbeeld van een jongen, gefotografeerd in een uniform in China. Werd een beroemde homoseksuele danser, heeft ook opgetreden in Europa, ook in Amsterdam. Is van geslacht veranderd en ziet er hier thuis met 2 geadopteerde kinderen, heeft er nu 3. En transseksualiteit komt over de hele wereld in ongeveer dezelfde prevalentie voor. De factoren die de kans bepalen op transseksualiteit hebben allemaal te maken met de interactie tussen de geslachtshormonen en de zich ontwikkelende hersenen. Dus als daar iets in misgaat, of omdat de ontvangst van die geslachtshormonen, de boodschap, niet goed is, omdat er kleine veranderingen zijn in het DNA van de receptoren, of omdat de hoeveelheid hormonen veranderd is tijdens die vroege ontwikkeling,
Of omdat er stoffen worden gegeven die als hormonen werken. Dat allemaal beïnvloedt de kans op transseksualiteit. Nou, dit is een ander voorbeeld, transseksueel uit Istanbul. En de theorie over transseksualiteit was dat omdat onze geslachtsorganen zich differentiëren in de eerste paar maanden van de zwangerschap en onze hersenen zich seksueel differentiëren in de tweede helft van de zwangerschap, dat die twee processen onafhankelijk van elkaar beïnvloed kunnen worden. En als dat zo is, dan zou je verwachten dat er vrouwelijke structuren in mannelijke hersenen zitten en omgekeerd bij transseksuelen. En dat is inderdaad wat we hebben gevonden. Dit is dan het eerste gebiedje waar we dat voor beschreven hebben. Dat is de bednucleus van de stria terminalis. Dat kunt u meteen vergeten. Maar als je dat bekijkt onder de microscoop, dan... Dan zie je dat verschillend is voor de twee geslachten. Dit is een heteroseksuele man en dit is een heteroseksuele vrouw. Dat gebiedje is kleiner dan bij een man en het heeft minder van die zwarte puntjes. En die zwarte puntjes zijn vezels die eindigen in dat gebied en die komen van andere gebieden die met seksueel gedrag te maken hebben. Er is geen verschil tussen een heteroseksuele man en een homoseksuele man. En je ziet hier een persoon die een kleine bednucleus heeft en weinig van die zwarte puntjes in vergelijking tot deze. Dit is een genetische man, maar het is een van man naar vrouw transseksueel. En die heeft dus een vrouwelijke structuur in die hersenen. En je ziet hier het aantal cellen in die structuur. Zo'n 35.000 bij mannen, onafhankelijk of ze nou heteroseksueel of homoseksueel zijn. De helft bij vrouwen. En bij van man naar vrouw transseksuele is dus vrouwelijk aantal cellen aanwezig. Deze is de enige van vrouw naar man transseksueel die we konden bestuderen. En dit laat zien dat er een hoog aantal cellen aanwezig is. Dus zeer mannelijke structuur in deze hersenen. Nou, het heeft ongeveer 25 jaar gekost om dit plaatje te maken. Moeilijk verkrijgbaar materiaal. Bovendien moesten we ook bewijzen dat die veranderingen die we zagen niet kwamen door veranderingen in circulerende hormonen, door de behandeling van transseksuelen. Maar dat hebben we aan kunnen tonen. Nou, op basis hiervan maken we ons zorgen over allerlei stoffen die seksuele differentiatie zouden kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld vanuit de omgeving. Er zijn weekmakers, die zitten in plastic, phthalaten. Die komen voor overal in de omgeving. En afhankelijk van de concentratie van die phthalaten in het bloed en de urine van kinderen zie je dat als die concentratie hoog is, dat jongetjes, meisjes verschil in spelgedrag verdwenen is. Dus het beïnvloedt het gedrag en zal dus een permanente invloed waarschijnlijk hebben op de hersenontwikkeling. We weten daar in de follow-up nog weinig van. Andere stoffen die we kenden uit het dierexperiment, simpele pijnstillers. Dus dingen als paracetamol en aspirine en zo. Daarmee kun je in het dierexperiment die seksuele differentiatie verstoren. En op basis van de veranderingen van de geslachtsorganen zie je dat dat bij de mens ook kan gebeuren. We weten nog niet hoe dat op de hersenen inwerkt, maar dat zal ook ongetwijfeld zijn effect hebben. En zo komen dus langzamerhand al die dingen die wel te voorspellen waren uit het dierexperiment komen uit. Ziet hier een situatie die ook geprogrammeerd wordt in onze vroege ontwikkeling voor de geboorte, onze seksuele oriëntatie. En dit zijn de foto's van de eerste homoseksuele huwelijken in Amsterdam gesloten die de hele wereld omgingen. Ik heb hier ook een citaat uit de Bijbel bijgezet. Wie met een man het bed deelt als met een vrouw begaat een gruweldaad, beide moeten ter dood gebracht worden. Dat geeft een hoop mensen extra last. En was in de tijd, ik denk nou alweer een jaar of vijf geleden, dat Balkenende op de televisie kwam naar aanleiding van een soortgelijke tekst die in de moskee werd uitgesproken. En hij zei dat hij de moskee zou laten sluiten en het boek zou verbieden. En ik heb thuis gezegd, eens kijk hoe lang het duurt voordat iemand hem vertelt dat in Leviticus in de Bijbel hetzelfde staat. Het duurde 5 dagen. En toen kwam hij weer op de televisie en toen zei hij, de dialoog moet worden gaande gehouden. Ook die seksuele oriëntatie wordt weer bepaald door een interactie tussen genetische achtergrond en stoffen die circuleren. En die genetische factoren bepalen zo'n 50% van onze seksuele oriëntatie. En hormonen van het kind, chemische stoffen als het roken van de moeder en andere stoffen die de moeder kan nemen,
die bepalen de rest. Interessant is dat ook het aantal broertjes wat voor je geboren is van belang is. Hoe meer broertjes dat je voor jou geboren zijn, hoe meer kans dat je hebt om homoseksueel te worden. En dat wordt verklaard door een immunologisch proces. Omdat het jongetje eiwitten maakt vanuit het Y-chromosoom die de moeder niet kent. De moeder heeft geen Y-chromosoom. En de moeder ziet dat als vreemde eiwitten. En die gaat de antilichamen tegenmaken. En iedere keer dat de moeder weer zwanger wordt van een jongetje, is die antilichaamproductie wordt opgejaagd en is efficiënter. Met het gevolg dat er meer kans is op een interactie met de seksuele differentiatie van de hersenen. En ook sociale factoren in de omgeving, de stress van de zwangere moeder, verstoort de productie van hormonen van het kind en kan aanleiding zijn tot homoseksualiteit. Dus een aantal factoren die ook bij elkaar op kunnen tellen. Nou, we hebben in de tijd tot onze verbazing, want we waren op zoek naar iets anders, eerst een verschil gevonden tussen homoseksuele en heteroseksuele mannen in de hersenen. En dat was in de klok. En die klok is een klein structuurtje, een biologische klok, zo'n 0,25 kubieke millimeter groot. En je ziet hier de klok in het aantal cellen weergegeven bij heteroseksuele mannen, bij homoseksuele mannen meer dan 2 keer zoveel. En die homoseksuele mannen waren overleden aan AIDS. En heteroseksuelen die overleden aan AIDS hadden hetzelfde aantal als de controlegroep. Nou, toen ik daarover sprak in Amerika, toen vroeg men, is dat geen controversieel onderwerp in Nederland? Ik zei, nou nee, over seks in alle aspecten kun je vrij spreken in Nederland. Dat pakte even anders uit. Ik kreeg dit soort post aan de SS, arts dokter Mengele Swaap, nazi. Ja, op de tv gezien, boeventronie, wij homofielen komen jou vermoorden, et cetera, et cetera. En mijn commentaar op deze was, als ze net zo goed moorden als Nederlands schrijven, dan is het risico niet zo groot. En ik denk dat ik er nou iets voorzichtiger mee om zou gaan. Er waren ook leuke reacties. Peter Verstraten met een tekening waar ik gelukkig het origineel van heb gekregen. Wim heeft ook zo'n grote hypothalamus, hè Wim? In een homobar in Amsterdam. En aardige vent, dat zijn contactadvertenties uit Vrij Nederland. Aardige vent, blond en blauw met grote hypothalamus en zoekende. Verschil is 0,25 kubieke millimeter, dus een beetje overdreven. Grote suprachiasmatische kern met een postbusnummer in Wageningen, et cetera. Het mooiste was van Dreven het commentaar. En dit is een wat krabbels van Dreven in het museum, waar hij zegt dat hij met mij contact moet opnemen. En hij heeft een bundel gepubliceerd, Zondagmorgen zonder zorgen. En de titel van die bundel die slaat op een demonstratie op zondagochtend voor ons huis, waarbij men de tuin kwam omspitten. En het commentaar van Dreven was als volgt. Toen pas bleek welk een ernstig verzuim professor Swaap had begaan. Hij had voor zijn onderzoek geen voorafgaande toestemming gevraagd bij de homoseksuele vakbond, het COC. Nu de gevolgen lieten zich zien en horen. Een grote groep gemotiveerde personen verscheen op zondagmorgen voor professor Swaap zijn woning in Amstelveen, roepende in koor en met grote stem, dik snijd in je eigen pik. Wel eigenaardig als men bedenkt dat professor Swaap wel een onderzoek deed dat met seksualiteit te maken had, maar daartoe hersenen en geen geslachtsdelen onderzocht. Maar de aanhangers van die vakbond hebben geen hersenen, toch wel geslachtsdelen. Dus op een bepaalde manier klopt het, zei hij. Nou, sindsdien zijn er heel veel veranderingen gevonden, verschillen gevonden tussen homoseksuele en heteroseksuele mannen en vrouwen in de hersenen, zowel in structuur als in functie. En dit is een voorbeeld van de functieverschillen. Dat is onderzoek van Ivanka Savic in Karolinska, Zweden. En die maakt gebruik van veerhormonen. En veerhormonen zijn reukstoffen die je niet bewust ruikt. Maar je scheidt die stoffen uit in je zweet en je urine. En zijn anders voor mannen en voor vrouwen. En ze hebben waarschijnlijk een rol bij het zoeken van de juiste partner. En wanneer je iemand in een functionele scan legt, dus je kunt de activiteit van de hersenen meten, en je biedt een mannelijke reukstof aan bij een heteroseksuele vrouw, dan zie je dat onderin die hersenen, in die hypothalamus, waar we ook die verschillen vonden, een activiteitsverhoging optreedt. Nou, dit deel, het rechterdeel van het plaatje, is een heteroseksuele man. En die heeft ook die mannelijke reukstof gekregen. En die reageert er helemaal niet op. Die is niet geïnteresseerd. Homoseksuele man in het midden, diezelfde mannelijke reukstof toegediend krijgt, die geeft een duidelijke activatie in de hypothalamus.
Dus dit is een voorbeeld van zo'n functioneel verschil. Dit is een ander voorbeeld van een functioneel verschil. Dit zijn mensen die in de hersenscan liggen en waartegen gezegd is, je moet aan niks denken. Nou, dat kan je niet, maar ze krijgen geen taak. Ze moeten gewoon in rust daar in die scan liggen. En dan kun je berekenen welke hersengebieden functioneel contact met elkaar hebben, omdat ze op hetzelfde moment omhoog en omlaag in hun activiteit gaan. En als je kijkt naar dit gebiedje, dat is de linker amygdala, dan heeft dat bij een heteroseksuele man in rust geen contact met andere gebieden. Bij een heteroseksuele vrouw zie je dat er contact is met een aantal andere gebieden. Dit is die linker amygdala weer. Bij een homoseksuele man zie je het vrouwelijk patroon, dus contact met een aantal gebieden. En bij een homoseksuele vrouw zie je geen functioneel contact met andere hersengebieden. Dus het komt overeen met wat je ziet bij mannen. En zo zijn er dus zowel functionele als structurele verschillen aangetoond in de hersenen gerelateerd zijn aan seksuele oriëntatie. Nou, ook hiervoor weten we dat je kunt van alles doen. Maar je kunt dat niet veranderen. Het is geprogrammeerd in de vroege ontwikkeling voor de geboorte. En het idee dat je verandering aan zou kunnen brengen heeft de laatste 100 jaar geleefd. Er is van alles uitgeprobeerd. Er zijn hormonen gegeven, dus oestrogenen, vrouwelijke hormonen, testosteron, mannelijke hormonen. Homoseksuele mannen zijn gecastreerd, er zijn testistransplantaties gedaan, psychoanalyse natuurlijk. Er is een braakmiddel gegeven, apomorfine. Als je dat inspuit, dan word je doodziek en je gaat braken. En dat is gecombineerd met homoerotische plaatjes, met het idee, dan leer je het wel af. Het enige effect was dat als de therapeut de kamer binnenkwam, dat de man al begon te braken. Maar van de homoerotiek kwam die niet af. Stereotactische psychochirurgie, dus er zijn lesies gemaakt in de hersenen in de diepte. Elektroshocks zijn gegeven, chemische inductie van epileptische insulten. Er zijn diepte-elektrodes geplaatst en natuurlijk gevangenisstraf. Maar niks heeft deze homoseksuele mannen gemaakt tot brave heteroseksuele huisvaders. En dat maakt ook weer duidelijk hoe krachtig die programmering van de hersenen in de vroege ontwikkeling is. Als het eenmaal is vastgelegd, dan ligt dat patroon vast. En dan blijf je op die manier functioneren. En toch is het zo dat nog 1 op de 6 Britse psychiaters probeert om homoseksuele mannen tot heteroseksuele mannen te veranderen. En ook in Amerika zijn er boerderijen waar je van je homoseksualiteit af kan komen. Met als enige resultaat een hoge kans op suïcide. Als we dit weten, wat betekent dat voor pedofilie? We weten nou allemaal dat pedofilie zich niet alleen in de kerken afspeelt. We weten weinig van pedofilie omdat er een taboe op berust. En dat betekent ook dat we heel moeilijk onderzoek naar kunnen doen. Maar in feite zie je hetzelfde weer terug als ik verteld heb voor onze genderidentiteit en seksuele oriëntatie. Het wordt vastgelegd in de vroege ontwikkeling en het wordt vastgelegd in hersenverandering. Je ziet hier een vraag, is het genetisch, pedofilie? Ja, er zit in ieder geval een belangrijke genetische component bij. Ik heb laatst ook weer een stamboom gekregen van iemand die liet zien dat 4 generaties lang het voorkomt in de familie. En er zijn hersenveranderingen structureel in verschillende hersengebieden. Ik zal er niet op de details ingaan. En ook functioneel. Dus als je plaatjes aanbiedt van kinderen tot aan volwassenen, verschillende leeftijden, die helemaal niet seksueel georiënteerd zijn, dan kun je laten zien dat een gebied als de amygdala, wat belangrijk is voor zowel seksueel gedrag als voor agressief gedrag, heel anders reageert bij pedoseksuelen dan bij anderen. Dus ook dit is geprogrammeerd en ook hiervoor kun je zeggen, je kunt dat niet veranderen. Die belangstelling blijft. Het enige wat je kunt proberen is om de impulsen te beheersen. Wat je in ieder geval niet moet doen, is wat er in Nederland nou gebeurd is de afgelopen periode. Dat is door een burgemeester een stadsverbod afkondigen voor iemand die uit de gevangenis komt. Die man die is, heeft geprobeerd zich elders te vestigen, dat is ook weer verboden. Heeft de afgelopen paar jaren gewoond in een vakantiehuisje. Ik heb begrepen dat hij daar 2 weken geleden ook weer uit verdreven is. En tijdenlang heeft hij in zijn auto geleefd langs parkeerplaatsen en daar geslapen. En dat is precies vragen om problemen. Omgekeerd is geprobeerd in Canada. Er zijn vrijwilligers die mensen die uit de gevangenis kwamen opvingen. Simpele dingen met ze deden.
Naar de bios gaan, een keertje boodschappen doen. En als dan de impulsen sterk waren, dan konden ze praten met die mensen. En dat gaf een vermindering van de kans op herhaling van zo'n 75%. En dat is iets wat in Nederland op dit moment ook gebeurt. Iets anders wat geprogrammeerd wordt in de vroege ontwikkeling is onze geloofsovertuiging. En daar moet je ook weer gevoelig voor zijn. En dat wordt bepaald door onze genetische samenstelling. Er zijn genen die te maken hebben met de chemische prikkeloverdracht in de hersenen. En die kleine variaties laten zien. Polymorfisme noemen we dat. Het geeft geen aanleiding tot ziekte, maar het geeft aanleiding tot meer of minder gevoelig zijn voor bepaalde dingen. Onder andere voor geloof. En als je daar dan zeer gevoelig voor bent, hier wordt door Dean Hammer wordt het eerste polymorfisme beschreven in een boek wat The God Gene heet. Het zou beter God Gene kunnen heten, want er zijn nogal wat genen bij betrokken. Ik heb om hem te pesten dat plaatje laten zitten van 20% korting. En laat hier ook zien dat het gaat om de vesiculaire monoamine transporter nummer 2. Dat is een gen wat te maken heeft met verpakking van die chemische boodschappers. En wat voor vele chemische boodschappers belangrijk is. En dat bepaalt voor een belangrijk deel de gevoeligheid voor spirituele ervaringen, voor spirituele belevenissen. En dus ook voor religie. En als je dan opgroeit in een omgeving waar religie bevorderd wordt, ziet hier dat kind wat aan het bidden is voor Kuan Yin, enige vrouwelijke god in China, die ook nog eigenlijk een man is, maar in 500 jaar geleidelijk veranderd is in vrouw. Je ziet de ouders hier trots kijken naar het kind, en voorbijgangster vindt het ook prachtig. Dan zal het kind, wanneer die gevoelig is voor die spirituele belevenissen, zal zijn leven lang die ervaring kunnen houden. En dan kan hij op deze manier ook eindigen. Wanneer eenmaal die hersenen geprogrammeerd zijn, ook voor religie, dan kan die religie eruit komen in heftige gebeurtenissen, wanneer bepaalde hersengebieden gestimuleerd worden. En dat gaat dan om een gebied in de temporaal kwab. Je ziet hier een stukje tekst over een jongen die extatische epileptische aanvallen had door een tumor die in die temporaal kwab zat. En op dat moment had hij direct contact met Jezus. En toen die tumor verwijderd was, verdwenen die aanvallen, die epileptische aanvallen. En dat contact met Jezus was ook meteen verdwenen. Voor diegenen onder u die dit zien als een bewijs dat het christendom toch het juiste geloof is, kan ik meteen melden dat wanneer mensen opgroeien in een omgeving waar voodoo gebracht wordt, dat die mensen dan met diezelfde epileptische aanvallen ook voodoo-belevenissen krijgen. Dus het hangt helemaal af van de omgeving waarin je opgroeit. En er zijn psychiatrische ziektebeelden waar die belevenissen ook heel sterk naar voren kunnen komen. Ik beschrijf in het boek een manie bij een vroegere staatssecretaris Klein, die niet alleen dacht dat hij God was, maar ook de God der goden. En die boodschap verkondigde voor Albert Heijn in het kleine stadje in Zeeland waar hij woonde. En vond het niet gek dat iedereen wegrende, want zijn boodschappen waren zo belangrijk dat ze met spoed moesten worden uitgevoerd. En later schoot hij in een hele diepe depressie voor jarenlang en is daar weer uitgekomen. En heeft een boek gepubliceerd over de rooien, wat heel zeggen bijzonder is om te zien. Omdat hij op een heel persoonlijke basis vertelt wat iemand meemaakt in zo'n manie en een depressie. Ook ons niveau van agressie wordt geprogrammeerd. En dat wordt in de eerste plaats geprogrammeerd in de baarmoeder door de hoeveelheid testosteron die circuleert. Dus weer is het zo dat jongetjes voor de rest van hun leven agressiever zijn dan meisjes. Het hangt ook af van de genetica en van geneesmiddelen die door dokters worden gegeven. Ondervoeding leidt tot meer agressie en het roken van de moeder tijdens de zwangerschap ook. En dan zijn er een aantal factoren na de geboorte die ook een rol spelen. En het is weer een interactie tussen de genetische informatie die je meekrijgt en wat er in de omgeving gebeurt. Dus kinderen die de juiste of de onjuiste genetische informatie hebben op wat dit betreft,
en waarvan de moeder rookt tijdens de zwangerschap, die hebben meer kans op antisociaal gedrag. En hetzelfde geldt voor kinderen die ondervoed zijn, omdat die placenta niet goed werkt. Nou, dan krijg je een periode waarin de geslachtshormonen rustig zijn en vervolgens begint de puberteit. En in die puberteit, wanneer je kijkt naar de vraag van welke hersendelen zijn er dan gevoelig voor die geslachtshormonen die gaan circuleren in de puberteit, dan is het antwoord alle hersendelen. Dus van het voorste hersengebied tot in het ruggenmerg. Niet alle hersencellen, er zijn altijd gespecialiseerde cellen die daarmee bezig zijn, maar alle hersengebieden zijn gevoelig voor de circulerende geslachtshormonen. En het kind moet dus in die puberteit leren omgaan met een totaal ander functionerend brein. En dat is niet alleen lastig voor de ouders, maar ook voor het kind zelf. En dat gaat samen met meer kans op problemen. En je ziet hier het grootste probleem, dat is het vermoorden van iemand anders. Je ziet dat mannen beginnen andere mannen te vermoorden op de leeftijd van zo'n 14 jaar. En dan gaat de stijl omhoog met een piek zo rond de 20, 24 jaar en daarna neemt die frequentie af. En dat is in Chicago, hetzelfde patroon in Engeland, hetzelfde patroon in Canada. En als we in Nederland kijken naar het aantal keren dat de verschillende bevolkingsgroepen met de politie in aanraking komen, dan zien we hetzelfde patroon. Dus een stijging met de puberteit, een piek rond de 20ste, 24ste jaar en dan een afname. En die afname van delinquent gedrag komt niet omdat het testosteron afneemt bij de jongens, maar omdat het voorste deel van de hersenen eindelijk rijpt, de prefrontale cortex. En het voorste deel van de hersenen remt onze impulsen af en zet ook de morele kaders. En dat is ook de reden dat ik altijd zeg dat het onzin is om, zoals vanuit de VVD steeds wordt geroepen, de leeftijd voor het jeugdrecht van 18 naar beneden te brengen, naar 16 jaar. Het moet omhoog naar 24 jaar. Dan is die prefrontale cortex is uitgerijpt. En je ziet dat hier gebeuren. Die rode kleur betekent dat er nog een sterke verandering in grootte van dat gebied plaatsvindt. En dat is het begin, want de grootte van het gebied wordt gevolgd door de chemische veranderingen. En als je de hersenen omkeert, dan zie je waar dat zit, dat rode gebied. Dat is het gebied van die prefrontale cortex, wat te maken heeft met impulsbeheersing en moreel gedrag. Ook hiervoor geldt voor het agressief en delinquent gedrag dat er genetische factoren zijn die van belang zijn, dat er omgevingsfactoren die van belang zijn. En dat er ook in samengang met psychiatrie grote problemen op kunnen treden. En dat wordt hier getoond door deze jonge 25-jarige schizofrene patiënt die van Jezus zelf het bevel kreeg om Anna Lindh, minister van Buitenlandse Zaken van Zweden, te vermoorden. En dat ook gedaan heeft toen hij zijn geneesmiddelen niet nam. Hij zit nog steeds en neemt wel zijn geneesmiddelen. En je vindt dit soort problemen natuurlijk om je heen. Op dit moment wordt het duidelijk voor iedereen dat er mensen zijn die opdrachten krijgen of die psychisch zo in de war zijn dat ze om zich heen gaan schieten. En dat gebeurt over de hele wereld en ook tegenwoordig in Nederland als ze aan de wapens kunnen komen. Als je in de gevangenis kijkt en naar de jonge mensen die gevangen zitten, dan is het opvallend dat ze in de eerste plaats zijn het aardige jonge mensen en in de tweede plaats dat ze psychiatrische problemen hebben voor meer dan 90%. En dat is eerst gesignaleerd door Theo Doreleijers in zijn proefschrift en wordt nu gevolgd door vele onderzoekingen. En dat is op zichzelf wonderlijk, want we hebben sinds 1843, sinds koningin Victoria's periode, waarin Macnaghten iemand, een eerste minister, probeerde te doden, maar zijn secretaris per ongeluk vermoordde, afgesproken dat er alleen maar gestraft kan worden als iemand geen hersenziekte had. Want deze man was psychisch heel duidelijk gestoord en is niet naar de gevangenis gegaan, maar naar een kliniek. Het is aardig om te zeggen dat het ook een biologische basis heeft. Frans de Waal die heeft apenmaatschappijen beschreven. En in de apenmaatschappij moeten ook regels gehandhaafd worden. Net zoals in iedere maatschappij, net zoals bij ons.
En bij de apen leren die jonge apen dat, omdat als ze zich niet aan de regels houden, dat er onmiddellijk wordt opgeslagen door een van de oude apen die toevallig in de buurt is. Maar er was één uitzondering op, zag Frans de Waal. En dat was een aapje wat een trisomie had, een Down-syndroom. En dus psychisch gestoord was. En die mocht doen en laten wat hij wilde, maar werd niet opgeslagen. Dus ook in de apenmaatschappij is het geaccepteerd dat als iemand een hersenziekte heeft, dat hij niet in aanmerking komt voor straf. Alleen wij houden ons er niet aan. We zeggen dat altijd wel, maar we houden ons er niet aan als je in de gevangenis kijkt. Dat betekent dat juristen ook bewust moeten worden van dit soort problemen. En dat er natuurlijk in de gevangenis veel mensen zitten die voor behandeling in aanmerking komen in plaats van straf. We hebben ook een wonderlijk systeem waarin we een veroordeling geven met een gevangenisstraf plus TBS. Dan stel je vast dat iemand een hersenziekte heeft. Want anders zou hij geen TBS krijgen. Maar eerst gaat hij de gevangenis in en daarna wordt hij pas behandeld. Dus de logica is volkomen zoek in dit soort zaken. En verder is het zo dat er vanuit Den Haag steeds weer bij iedere regering wordt geroepen om andere straffen. Ernstige straffen, jongere straffen, zwaardere straffen. Er wordt altijd weer om andere straffen geroepen en ook toegepast. En mijn stelling is dat je een nieuwe straf zou moeten toetsen op zijn effectiviteit. Net zoals een nieuw geneesmiddel. En de juristen hebben dat nog niet begrepen. Ze zeggen altijd, er is minder recidief. En dan vergelijken ze het met, ja, ik weet het niet met wat eigenlijk. Maar er is altijd minder recidief. Als je die curve herinnert van het vermoorden van mensen, op een gegeven moment dan loopt die kans af gewoon, omdat het brein aan het rijpen gaat. Dus er is altijd minder recidief kans, wat je ook doet. Maar of dat inderdaad effectiever is als je een andere straf geeft, dat moet systematisch uitgezocht worden in de zin van, je benoemt een groep delinquenten en je verdeelt die groep in tweeën op een aselecte manier. En je geeft de ene straf en de andere straf. En je kijkt wat het beste uitpakt op den duur. Dus ik wil uitdrukkelijk niet zeggen, omdat er zoveel psychiatrie in de gevangenis zit, dat betekent dat je niet zou moeten straffen. Want straf heeft verschillende functies. In de eerste plaats zijn er mensen die gevangenis in moeten, omdat ze altijd beschadigend zullen zijn voor de maatschappij. Dat is de long-stay-problematiek. In de tweede plaats is het zo dat wij in tegenstelling tot de apenmaatschappij niet allemaal straffen, maar we hebben dat uitbesteed aan justitie en aan de politie. En dat betekent dat we ook als maatschappij vragen om straf. We willen genoegdoening als maatschappij. Dus dat heeft een functie voor de maatschappij. En de derde is dat we hopen dat door dat straffen dat er minder recidiefkans is. Dat mensen er iets van leren. En ook psychiatrische patiënten kunnen daar wat van leren. Maar je moet wel uittesten bij welke psychiatrische patiënten dat het opgaat en wat de beste straffen zijn. En het zijn bijvoorbeeld geen goede straffen waarbij je jonge delinquenten die in de puberteit iets slechts doen, in de gevangenis zet te midden van beroepscriminelen, waar ze een opleiding krijgen in de criminaliteit voor de rest van hun leven. Dat is een bijwerking van straf. Nou, ik heb voorbeelden gegeven van de aspecten van onze persoonlijkheid die vroeg worden vastgelegd. Genderidentiteit, seksuele oriëntatie. Ook over antisociaal gedrag een paar dingen gezegd. Je kunt het verslavingsrisico daarbij ook noemen. Iemand die ervan houdt om vroeg op te staan. En anderen die houden ervan om laat te beginnen, maar ook eindeloos door kunnen gaan. Dat wordt alleen maar bepaald door kleine veranderingen in je klokgenen. Dus in de genen die de biologische klok aansturen. Dat zijn genetische verschillen tussen mensen. Ziektes die vastgelegd worden vroeg in de ontwikkeling zijn depressie, schizofrenie, borderline, verslaving. En zo kun je een heel aantal van die hersenziektes noemen. Je ziet hier een plaatje waarin geclaimd wordt dat de spermatozoon die aanleiding gaf tot Lionel Messi al een snelle dribbel kon maken en daardoor het eerste bij het ei was. Dus samenvattend ben ik het eens met Darwin, die het weer eens was met zijn neef, dat opvoeding en omgeving slechts een geringe invloed op de mens uitoefenen en dat de meeste van onze eigenschappen aangeboren zijn. En het wordt ook samengevat in een Chinees gezegde. Het is eenvoudig de loop van rivieren te veranderen en bergen te verplaatsen. Het is onmogelijk om het karakter van iemand te veranderen.
En het is dus niet zo zoals Jan Fabre, een Belgische artiest, hier laat zien, dat wij ons brein besturen. Dus ons brein bestuurt zichzelf. Dus wij zijn ons brein. En dat is de boodschap van het boek. Er is verschillend op gereageerd. Niet uitsluitend zo positief als bij de inleiding werd gezegd. Dit is de achterkant van de kaf die ik terugkreeg. Geachte meneer Swaap, het is vaak zo dat ze mijn naam verkeerd spellen als ze boos zijn. Hierbij een gedeeltelijk van uw boek retour. De rest is door de shredder. Jammer dat u dat u zoveel kapot redeneert. Het gaat u goed naar lichaam en geest met vriendelijke groeten en een naam. Het is jammer van het geld. Ik had het beter aan het leger des heils kunnen geven. Dus dit is een van die voorbeelden die bij ons op het lab hangt. Ik wou als begin van de discussie het jullie makkelijk maken en in een paar zinnen samenvatten wat de belangrijkste kritiekpunten waren op het boek. In het algemeen is het zo dat ze tegen mij zeggen, het brein mag je hebben. Maar dan zijn er bepaalde dingen waar ik niet aan mag komen. Dat er geslachtsverschillen zijn in de hersenen, dat wordt nog steeds neuroseksisme genoemd door een aantal feministen die wat achter de troepen aanlopen. Het brein mag je hebben, maar de geest is van ons. Dat is het punt van de psychologen. Waarmee ze dan weer het dualisme binnenhouden. De scheiding tussen brein en geest. Die is er niet. De geest is het product van het brein. En die scheiding is onzin om te maken. De filosofen zeggen, het brein mag je houden, maar de vrije wil is van ons. En het wonderlijke is dan dat ze zeggen dat wij experimenten mogen doen, maar zij moeten ze interpreteren. En dat is wat we zouden kunnen noemen een gospe. Ze moeten zelf gaan experimenteren en laten zien dat wij ongelijk hebben, dat de vrije wil niet bestaat. Dan zijn er natuurlijk de gelovigen die zeggen, het brein mag je hebben, maar de ziel is van ons. En Douwe Dreisma zei dat ik het brein mocht hebben, maar alles wat het brein voortbracht, mocht ik me niet mee bemoeien. En het grappige was dat we samen in China waren en dat hij werd voorgesteld als iemand die niet alleen over de filosofie had geschreven, maar ook over het brein en over de filosofie en psychologie. Ja. En hij glom van genoegen. Oké, wij zijn ons brein, volgens mij. En we zijn niet ons brein. Dat is inderdaad eindeloos vaak voorgekomen in allerlei kritieken. Hier door een psychiater uit Limburg. Die zei dat wij niet ons brein zijn omdat omgevingsfactoren belangrijk zijn voor schizofrenie. En dat is ook iets wat je telkens weer terug ziet komen. De omgeving is belangrijk. En ik hoop dat ik deze avond heb duidelijk gemaakt dat ik dat er helemaal mee eens ben. De omgeving is vreselijk belangrijk. Het is niet alleen genetica, het is ook de omgeving. Maar het is vooral de omgeving in de vroege ontwikkeling. En niet de sociale omgeving zoals steeds gedacht wordt. Het is vooral de chemische omgeving in de vroege ontwikkeling die van groot belang is. Dank jullie voor je aandacht.